Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Mekka en Medina Reizen. Uw reisbureau voor Hajj, Umrah en Al-Quds, Palestina. Voor meer informatie kijk op www.mekkamedina.nl. Jouw vader, die is vorige week overleden, Allahyarhamo. En die ligt nu in de koeling van Schiphol. Met de bedoeling dat hij gerepatrieerd zou worden. Maar tot op heden is dat niet gebeurd. Nee, tot op heden nog niet. Hij is dinsdagmorgen is die overleden. En hij kon niet met de vlucht mee van donderdag. Dus dat duurde voor mij al een beetje te lang. Eerste beste vlucht was maandag. Dus ja, zodoende zijn alle familieleden van mij, een stuk of 30, 32 man, zijn vertrokken naar Marokko op vrijdag. Vanuit Nederland? Vanuit Nederland. Allemaal vertrokken naar Marokko om hem op te vangen. Ik zou dan met mijn vader maandag vertrekken. Maar ja, dat is niet gehaald. Zaterdag kwam in een keer dat vreselijke bericht van alle vliegtuigen geboycott vanuit Nederland. Dus daar zat hij dan in de koeling. En nu? Ja, dus vanaf toen is het bellen, doen, ambassade, consulaat, uitvaartmaatschappij, waar hij dus altijd verzekert, Bankshabi. Iedereen weet eigenlijk geen info. Ja, Marokko heeft alles tegengehouden. Maar ja, dan denk ik bij mezelf, je kan niet alles tegenhouden, je moet de corona tegenhouden. Maar marhum is in een kist, daar zit geen corona bij. En ik kan niet tegen mijn vader zeggen, van het wordt Nederland. Dat is mijn grootste issue. Kijk, als het uiteindelijk niet kan, dan zal het Nederland worden. Maar ik wil wel zijn laatste wens, dat is gewoon Marokko. Bij zijn moeder, bij zijn familieleden. Dat hij daar begraven wordt, daar ging hij van uit. En dan kan ik niet tegen hem nou op dit moment zeggen van het wordt toch anders. Nederland stuurt toch ook vliegtuigen, volgens mij Transavia, ja. Om Nederlanders die in Marokko zijn, om die terug te halen. Naar verschillende vliegvelden in Marokko. Ja. Sturen die ook doden mee of niet? Dat is dus de vraag. Je krijgt hier en daar te horen dat er toch dode mensen arriveren in Marokko. Van wie? Van wie krijg je dat te horen? Ik krijg het vanuit verschillende berichtgevingen te horen, vanuit de mensen die in Marokko zijn. Dan denk ik, maar mijn vader is al dinsdag overleden, dat is al een week geleden. Van mensen uit Nederland, doden uit Nederland bedoel je? Ja, doden uit Nederland, die schijnen ook uit België, hier en daar. Ik zeg al, dat is 100% bevestiging of bewijs, maar je krijgt het hier en daar wel te horen. Maar volgens mijn zus gaan er doden naar Marokko. Dat heeft zij ergens gelezen of gezien? Ja, zij heeft weer andere bronnen en contacten. Ja. En volgens haar gaan we inderdaad doden naar Marokko. Hennen. Hey, salam alaikum. Alaikum salam. Zit jij nu in Marokko? Ik zit vast in Marokko om precies te zijn. Oh, je kan niet terug ook? Oh, subhanallah. Dus jullie gingen dus naar Marokko om jullie vader te ontvangen? Wij zijn met mashallah 30 mensen naar Marokko gevlogen. Om onze vader te ontvangen. Wij zijn op vrijdag zijn wij gevlogen. Mijn broeders en mijn moeder die zouden ons nakomen vliegen om samen met mijn vader. En we zouden hem hier vandaag begraven met een sadaqa. En er staan zoveel mensen voor de deur. Er komen zoveel mensen eigenlijk ook wel huilend om te zeggen van... weet je... Ja. Laat hem alsjeblieft hier naartoe komen. Er komen mensen die zeggen van... een oom van mij is net via België binnengekomen. Er zijn zoveel verhalen, maar er zijn zoveel mensen... vooral op hem aan het wachten hier. Ik spreek net hier met je broer... over de dood van je vader, Lermo. En hij zegt tegen mij dat hij aanleiding heeft om te denken... dat er alsnog doden gerepatrieerd worden naar Marokko. En hij zegt dat jij daar iets meer over wist. Kun jij misschien vertellen wat je weet? Ja, klopt. Ik krijg inderdaad diverse berichten binnen dat Transavia wel dode vlucht inderdaad uitvoert. En dat die ook aankomen in Marokko. En bij nadere vraag, zeg maar, bij uitvaartmaatschappij of wat dan ook, die geven continu aan dat Marokko niet meewerkt. Marokko die geeft eigenlijk vanuit hier weer aan tot aan 19 maart mogen die vluchten wel uitgevoerd worden. Maar we komen eigenlijk geen steek verder. En Transavia heeft gewoon een officiële
persbericht op hun website gezet dat ze die vluchten wel uitvoeren. Dus jij zegt dat er volgens Transavia nu er doden gerepatrieerd worden naar Marokko? Ja, volgens hun website wel. Ja, en dat bericht staat nog steeds online. Heb jij misschien Transavia erover gebeld of gesproken? Of? Nee, maar mijn vriendin die staat nu bijna, ik geloof, 21 minuten in de wacht. Ja. Dus die gaat nu navraag doen hoe dat wij in ieder geval... hoe dat wij in aanmerking kunnen komen om zo'n vlucht te boeken, zeg maar. Want blijkbaar is het onze uitvaartmaatschappij niet gelukt. Of die geeft aan dat daar geen ingangen in zijn. Dus wij gaan het nu eigenlijk zelf support gaan wij proberen om wel die vlucht geboekt te krijgen als het lukt. En weet je wat het is? De tijd die dringt natuurlijk. We hebben tot aan 19 maart. Mijn vader, Lairahmo, die is op 10 maart overleden. Het is de bedoeling dat zo iemand zo snel mogelijk begraven wordt. Oké, nu zitten we helaas in deze omstandigheden die nog niet eerder voor zijn gevallen. Maar om te gaan wachten op een... Wij voelen ons machteloos. Ja. En dat gevoel is echt onbeschrijfelijk. En op het moment als zo'n uitvaartmaatschappij niet verder komt en die zegt van nou, er kunnen geen doden getransporteerd worden of overleden naar Marokko, maar je hoort tegelijkertijd dat Transavia die vluchten wel inzet, dan denk je oké, hoe? Met welke partijen werken zij samen? Hoe kunnen wij in aanmerking daarvoor komen? Is het nu geen race tegen de klok geworden? Van ondertussen ligt jullie vader natuurlijk wel al heel lang in de koeling. Ik ben natuurlijk niet de zoon van jullie vader of familie. Maar is het misschien voor jullie niet een knoop om door te hakken om te zeggen dat hij gewoon in Nederland begraven kan worden? Nou ja, zeker wel. Absoluut. Kijk, mijn vader had sowieso de vlucht van 10:50 vandaag. Hè? Mm-hmm. Dus in principe zijn we niet later dan wanneer mijn vader sowieso begraven zou worden. Mijn vader zou vandaag, Lairahmo, met laser begraven worden. Corona of geen corona bedoel je? Sorry? Dus corona of geen corona, hij zou sowieso pas vandaag gevlogen worden. Ja. Mijn vader kon sowieso niet mee met de vlucht van donderdag. En maandag was echt de eerste vlucht weer. Dus mijn vader zou sowieso zonder corona, zou die vandaag in Chandler met Air Arabia vliegen om 10:50 in de ochtend met mijn broer, moeder en nog wat andere. Kijk, weet je wat het is? Zijn ziel is al weg. Dus waar die ook begraven wordt, dat zal dan ook prima zijn. Maar als je dan gaat kijken naar hoe hij heeft geleefd en wat zijn wensen waren, ja, dan willen wij wel heel graag hem hier begraven hebben en niet in Nederland. Dus eigenlijk moeten we nu een oproep doen, zodat iedereen deze video laat eindigen bij iemand van Transavia of welke vlucht dan ook. Om kracht te zetten om jouw vader zo snel mogelijk in Marokko te krijgen. Ja, absoluut. En als dat niet lukt, dan is een doa ook heel erg welkom. Ja, ik snap het. Broeder Kerim doet ook een dringende oproep aan de Marokkaanse overheid om vluchten te sturen om deze gevallen te kunnen repatriëren. Ja, de overheid van Marokko al sowieso om in ieder geval de vluchten van de dode mensen, de landgenoten, om die in ieder geval terug te halen. Ik zeg al, daar zit geen corona bij. Even vanuit jouw kijkers gezien, zou ik zeggen van goh, zitten jullie in hetzelfde schuitje? Maken jullie hetzelfde mee? Hebben jullie toevallig gisteren een genaza gehad of wat dan ook? En zitten jullie met hetzelfde probleem? Laten we dan vooral de krachten bundelen als één umma. En richting Transavia of richting de uitvaartmaatschappijen. Wat is de procedure? Want wij komen daar niet doorheen als consumenten. Ja. Wat is de procedure dat wij mijn vader als vracht mee kunnen sturen? Waar die ook begraven komt te worden, mogen Allah subhanahu wa ta'ala of jouw vader de hoogste rangen van het paradijs schenken. Of dat nou hier is of in Marokko. Ik doe dua voor jullie dat jullie Allah jullie ook sabber schenkt. Of je nou bij je vader bent, hier of daar. Weet je, ik vind het een hele heftige situatie. Maar ja, qadr Allah, masha, zoals ze zeggen. En misschien zit hier toch wel een bepaalde wijsheid in. Een bepaalde hikma die wij misschien niet op dit moment kunnen overzien. Ja, inderdaad. Laten we vooral niet discussiëren over, weet je, er zijn allerlei meningen. Je kunt hem daar begraven, je kunt dit, je kunt dat. En ik heb al aangegeven, het is geen islamkwestie meer. Op het moment als je dood bent, dan ben je dood. Op het moment als je ziel is vertrokken, dan is hij vertrokken. Als je onder de grond zit, zit je tussen aarde. Maakt niet uit of dat hij in Nederland is of waar dan ook. Maar dit is echt een gevoelskwestie van, ja, weet je, als je... Ik in ieder geval 34, 35 jaar van mijn leven heb gehoord wat de wens
van een vader is. Dan wil je dat heel, ondanks dat hij nu niets heeft aan die wens, zouden wij heel graag een sebep voor hem willen zijn, om datgene wat hij heel graag wilde, om dat wel te kunnen bewerkstelligen. Inshallah, ben je het niet, zuster. Ik hoop echt dat na aanleiding van deze video er misschien iets loskomt, of dat er misschien mensen toch nog bepaalde ingangen hebben of wat dan ook, en dat jouw vader mee kan gaan. Wat ik jou wel natuurlijk gewoon als nasiha van moslim naar moslim, weet je, probeer je vader gewoon zo snel mogelijk te begraven uiteindelijk. Ja, dat gaan we sowieso doen. Dus daarom morgen echt de allerlaatste dag. Ik hoop dat ik goed nieuws heb. Hoop ik, inshallah. Maar als dat niet zo is, ja, dan moet ik plan B en dan ga ik hem zo snel mogelijk begraven hier. Mogen Allah jullie allemaal sabr schenken daar in Marokko. En broeder Karim, laat ik sabr in deze situatie. Is goed, barakallahu fik. Hierbij een urgente oproep. Wie kunnen er met spoed deze familie bijstaan? Medewerkers van de Marokkaanse ambassade. Mensen die in contact staan met de Marokkaanse overheid. Luchtvaartmaatschappijen, uitvaartverzekeringen. Barakallahu fikum, help deze familie. Jullie kunnen direct in contact komen met broeder Karim op het volgende telefoonnummer.